Als eerste gemeente in onze regio is het Westland gelukt om een collegeakkoord te schrijven. Op hoofdlijnen weliswaar. Het CDA, de LPF, de VVD en de ChristenUnie SGP hebben ongeveer 2 weken met elkaar onderhandeld en ze zijn er nu dus uit. Op Koningsdag, op Koningsochtend, vrijdagochtend, is het akkoord gepresenteerd. Als we de nieuwe coalitie mogen geloven, gaat de komende 4 jaar de bezem flink door het gemeentehuis. Er wordt afgerekend met de vastgeroeste bestuurscultuur. Transparantie is het toverwoord. 6 nieuwe wethouders moeten de klus klaren. Vanuit het oude college keert geen enkele wethouder terug. Voor LPF Westland begint het collegeavontuur eigenlijk 4 jaar later dan de wens was. Ja, dat is zeker het geval. LPF Westland heeft 8 jaar oppositie gevoerd. We hadden gehoopt de vorige periode er al bij te zitten. Dat gebeurde niet. Maar nu gelukkig wel. Voor de ChristenUnie SGP is het de eerste keer dat deze in het college zit. Mevrouw natuurlijk, die zegt natuurlijk van ja, zie ik je nou meer of zie ik je minder? Ja, dat weten we samen nog niet. Dat zal de komende periode moeten blijken. Mijn kinderen vinden het natuurlijk prachtig. Die stonden vanmorgen al te juichen van, nou pa, wat gaat er nu gebeuren? Je gaat zo netjes in het pak weg. Die vinden het prachtig. In de toespraken van de kandidaatwethouders wordt nu al de samenwerking met de oppositie gezocht. Peter Duisens, de fractieleider van de grootste oppositiepartij Westland Verstandig, werd bij de presentatie gemist. Ja, dat is jammer, maar het is Koningsdag, dus misschien heeft hij andere dingen te doen. Maar het is jammer dat hij er niet is. We hopen op een constructieve samenwerking met de oppositie. Op dinsdag 15 mei worden de kandidaatwethouders geïnstalleerd. Al die oranje versierselen buiten, u weet natuurlijk wel, die hangen er niet voor u, hè? Nee, dat snap ik. Het is vandaag Koningsdag. Nou, dus hebben we ook, dat hopen we ook strakjes te vieren. Maar we vonden het ook belangrijk dat dit akkoord nu gepresenteerd werd en niet pas over 2 weken, want er ligt er heel veel op straat.